Ja, we zijn door. Dat was het doel. En met een 3-0. Leuke wedstrijd, denk ik. Goede sfeer in Martini Plaza. Dus ja, ik denk er waren veel mensen gekomen. En dat gaf ons wel een extra boost. En dan is het fijn dat we gewoon 3-0 winnen. En naar de volgende ronde door zijn. Wat was een beetje het beslissende issue vandaag? Ik denk dat we heel goed geduldig zijn gebleven. Zij begonnen wel goed. We hadden moeite met om ze tegen te houden. Maar we hadden in onze side-out bleven we scoren. De score bleef redelijk gelijk op tot we een gaatje sloegen. En we zijn de hele tijd gefocust gebleven in die eerste set. En we hebben geen moment, wat we in de vorige wedstrijd wel hadden, dat zij een paar reeksen maakten. Dat hebben we nu snel tegengehouden. En toen wisten we eigenlijk de wedstrijd wel redelijk zakelijk zeg maar, uit te spelen. In het tweede deel van de eerste set kreeg jij het wat mij betreft echt op je heupen. Voelde jij dat ook zo? Ja, ik had een goede service reeks en ik kreeg een paar goede ballen van Uros. Dus het ging wel lekker. En kijk, als je hier een ace serveert en de hele tribune achter je gaat het tekeer, dat is lekker. En dan is het ook makkelijker om nog een bal te serveren en nog een bal te serveren. Dus dat hielp wel. En het is gewoon leuk om op dat moment een gaatje te slaan. En dan weten we ook, oké, nu hebben we het onder controle en kunnen we het afmaken. Nou, dat trek je dan door in set 2. Dan is het 2-0, dan is het klaar. Ja, dan gaat de riem er toch een beetje af in die derde set. Ja, het is natuurlijk moeilijk. Hè? De jongens die erin komen, eigenlijk de hele opstelling wordt gewisseld. Die staan al 2 sets koud aan de kant, 10 minuten pauze. En dan moet je ineens daar gaan staan. Dus die hadden even wat opstartproblemen. Maar daarna hebben ze het goed gedaan en zijn ook weer rustig gebleven. Geen paniek, volgens mij 6-2 achter. Maar uiteindelijk winnen we hem. Op de eindfase. En dat is een goede teamprestatie, denk ik. Nou, ik neem aan dat nu Boekarest de voorkeur heeft. Ja, we hebben eigenlijk geen voorkeur. Het maakt voor ons niet uit. We spelen tegen wie hier komt, wie er doorgaat, wie het beste team is in die wedstrijd. Wij moeten gewoon ons niveau halen, ons ding laten zien. En dan maakt het niet uit tegen wie we spelen eigenlijk.